Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken hondshaai met stoomkakao. Wat hebben we nodig? Hondshaai, kippenbouillon, kokosmelk, Thaise groene currypasta, limoen, lenteui, citroengras, fijn gesneden gember, chilipeper, look en witte Parijse champignon. We beginnen met de lenteui. Van de lenteui hebben we eigenlijk het witte gedeelte en het groene gedeelte. Het witte gedeelte die gaan we gebruiken voor de soep. Het groene gedeelte gaan we gebruiken als decoratie. Dus we nemen een mes en we snijden de lenteui mooi midden door. Dat houden we voor straks. Dan gaan we de blaadjes mooi losmaken. Dan gaan we de blaadjes mooi inkepen. Dus met een punt van je mes gaan we eigenlijk alles mooi in fijne reepjes gaan snijden. Nu nemen we enkele ijsblokjes. En nu gaan we de gesneden lenteui mooi onderzetten met water. 20 minuutjes in de koelkast plaatsen, zodat dat mooi gaat opkrullen. Nu gaan we het witte gedeelte van de lenteui mooi opkuisen. Dus we snijden het onderste gedeelte eraf. We maken een kleine inkeping met ons mes. We halen het buitenste blaadje eraf. Nu gaan we de lenteui mooi in de gewenste vorm snijden. Nu nemen we het teentje look. En de look die gaan we heel mooi fijn snijden. Doe wat maïsolie in onze pot. En we gaan de fijn gesneden look mooi lichtjes aanbakken. Nu nemen we de witte champignon de Paris. En die gaan we mooi in gelijke partjes snijden. Die voegen we toe aan onze look. We doen er wat peper en zout op. En de champignons die gaan we ook mooi lichtjes gaan aanstoven. Nu nemen we chilipeper. Die snijden we mooi midden door. En we gaan eigenlijk alle zaadjes gaan verwijderen. De chilipeper die gaan we ook heel mooi fijn snijden. En met chilipeper moet je echt wel opletten. Want chilipeper is tamelijk krachtig van smaak. Heel pikant. Dus je kan eigenlijk zelf gaan beslissen hoe pikant je de soep eigenlijk wilt hebben. Dus hoe meer chilipeper je erin doet, hoe pikanter natuurlijk. Dan hebben we hier de fijn gesneden verse gember. Hier hebben we de Thaise groene currypasta. Die kan je eigenlijk gaan kopen in iedere Chinese supermarkt. Nu nemen we het citroengras. Citroengras gaan we mooi midden doorsnijden. Ik snij hem midden door, zodanig dat het achterste van het citroengras eraan blijft. Als we dat nu gaan koken in onze soep, dan blijft dat mooi intact. Dan kan je dat dan makkelijk er straks uithalen. Dit gaan we nu bevochtigen met kippenfond. Kippenfond die hebben we gemaakt in een vorige uitzending. Die kunt u terugvinden op onze website. En wat kokosmelk. Nu nemen we de hondshaai. De hondshaai die hebben we in mooie mootjes gesneden. Die gaan we afkruiden met peper en zout. Die gaan we omdraaien en de onderkant gaan we ook afkruiden. Nu nemen we een anti-kleefpan. We gaan onze pan mooi gaan verhitten. Zodat die mooi warm is. We doen wat maïsolie in onze pan. En we gaan onze hondshaai mooi gaan aankleuren. Hondshaai is van de familie van de rog. Dus hondshaai heeft kraakbeen. En hondshaai moet eigenlijk niet veel haring hebben. Dus eigenlijk als je hondshaai ongeveer 5 minuutjes bakt, zal die perfect zijn. Ga je hondshaai bijvoorbeeld gaan stoven of ga je hondshaai gaan koken zoals een paling, dan zal hij papperig zijn en gaat hij heel droog zijn en dan vind ik hem niet lekker. Nu gaan we de hondshaai een klein beetje verfrissen met limoensap. Een klein beetje limoensap ook doen in onze soep. En dan verder een zestjes van limoen. Nu doen we onze lenteuitjes erbij. De soep die heeft ongeveer een tiental minuutjes gekookt. Nu gaan we nog 2 minuutjes verder koken met onze lenteui. En dan kunnen we alles gaan serveren. Voilà, we werken nu af met de soep. Koriander en kokos, super lekker. En we werken af met wat sliertjes groene lenteui. We bakken hondshaai, Thaise soep, tomcacao, champignons, lenteuitjes. First class, zeker lekker. Tot de volgende keer.